Deze week in Nieuwsronde. Rotonde geopend, Sanders winnaar culinaire 0 en Kiki Hagen vertrekt bij lijst 8. Donderdag 19 september heeft de gemeenteraad ingestemd met de criteria die gelden voor bomen die op de waardevolle bomenlijst van de gemeente moeten worden opgenomen. De gemeente gaat vanaf vrijdag 20 september bomen inventariseren. Eigenaren van bomen die willen dat hun bomen op de lijst komen te staan, hebben tot 13 november de tijd om hun bomen aan te melden bij de gemeente. Kijk voor meer info op www.derondevenen.nl. En hou je 10 punten over en komt die niet op de lijst? De gemeente organiseert op dinsdag 24 september een informatieavond over de plannen met de Molenhof. De architect en de ontwikkelaar geeft dan een presentatie over de aangepaste plannen. De informatieavond vindt plaats in eet- en drinklokaal 2B aan de Rondweg in Meidrecht en begint om 7 uur en is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in de plannen. Binnen de VVD De Ronde Venen is strijd ontstaan over het lijsttrekkerschap van de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De huidige fractievoorzitter, Rudolf van Olden, heeft concurrentie gekregen van fractie Frans Luchtmeijer, die ook een gooi doet naar het lijsttrekkerschap. Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD De Ronde Venen op 25 september in de Boei in Vinkeveen zal blijken wie van de twee de voorkeur van de leden krijgt. Woensdagmorgen 18 september heeft wethouder Pieter Palm de nieuwe rotonde op de kruising van de Industrieweg, Rondweg en de Stationsweg in Meidrecht geopend. Tijdens zijn toespraak prees de wethouder aannemer Dura Vermeer voor de prestatie die is geleverd om binnen 9 dagen een kruising te wijzigen in een rotonde. Wethouder Pieter Palm gaf aan dat de nieuwe rotonde een verbetering is voor het bedrijventerrein en de inwoners van Meidrecht. En het regent nog, dus, maar desondanks hebben we het gehaald. En dat is natuurlijk een wereldprestatie. En daar zijn we hartstikke trots op. Palm opende de rotonde door met een cabrio een aantal rondjes om de rotonde te rijden. Als gevolg van de regenval de afgelopen dagen was de beleiding op de rotonde nog niet aangebracht. Dit wordt later gedaan. Tijdens deze werkzaamheden kan de rotonde gewoon open blijven. De overlast zal beperkt en tijdelijk zijn. 4, 3, 2, 1. Ja, ik heb gisteren gezegd dat ik een blij mens ben, omdat ik een mooie begroting namens het college kon presenteren. En vandaag heb ik gezegd dat ik een trots mens ben. Dat ik trots ben op het teamwork dat hier gedaan is. Ik moet eerlijk zeggen, van tevoren dacht ik in 9 dagen een rotonde aanleggen hier op deze bodem. Daar had ik best wel mijn twijfels over. Maar zoals Dura Vermeer ook al aangaf, die zeiden van we kunnen woord houden. We hebben er zelf ook bovenop gezeten als gemeente, maar met elkaar hebben we het ook inderdaad in 9 dagen gerooid. En dat vind ik echt een unieke prestatie. Ja. 9 dagen geleden stonden we hier ook samen met wethouder Palm en hebben we gesproken over betrouwbaarheid, hebben we gesproken over het nakomen van onze afspraken. Nou, onze slogan is waarmaken van ambities, dat zie je hier ook en dat is deze keer gelukt. Zijn er vanuit het Meidrechtse bedrijfsleven klachten gekomen? Nee, van tevoren is er veel geïnformeerd en dat is natuurlijk wel belangrijk in dit soort situaties. Alle bedrijven die hier direct aan gelegen zijn, die zijn ook betrokken bij het overleg geweest. En de VEB is daar als vereniging ook bij betrokken geweest. En in totaliteit is die communicatie goed geweest, waardoor de overlast uiteindelijk is beperkt gebleven. Als je kijkt wat er gepresteerd is in die tijd, 9 dagen, dan denk ik, ja, dat is een geweldige prestatie. En daar verdient iedereen die daaraan meegewerkt heeft een compliment voor. Absoluut. De revitalisering en eigenlijk het vitale van het industriepark is natuurlijk belangrijk voor de economie. En wij als belangenvereniging zijn er zeer wel aan gelegen dat de doorstroom van het industrieterrein goed is. Nou, gemiddeld liepen hier zo'n 25-30 mensen. En als je dan alle transportbewegingen erbij telt, zeg maar, op het moment dat je aan het asfalteren bent, dan liepen er wel 50 mensen. Dus zeg maar gemiddeld 25 man, in de pieken 50 mensen. Ja. Het is allemaal voorspoedig gegaan, met uitzondering van een beetje regen. Ze zijn zelfs daar nog een beetje bezig, zie ik. Maar wanneer is het nu echt helemaal klaar? Nou, hier op de rotonde zijn er nog een paar kleine details die nog gerealiseerd moeten worden. Dat is een klein beetje beleiding. En als het weer droog is, dan zit er dat op. En er zit nog een vervolgwerk hier aan. Dat is die zijpoot daar. Die weg gaan we ook nog aanpakken. Maar de rotonde is dan gereed. Evenals de voorgaande 7 jaren was er vorige week voor fijnproevers veel te genieten. Het evenement De Culinaire Venen werd gehouden op het Raadhuisplein.
Hoewel de weergoden aanvankelijk verwoede pogingen deden het evenement in het water te laten vallen, werd het vanaf een uur of vier droog en liep het raadhuisplein langzaamaan als vanouds vol. Naast de optredens was er veel belangstelling voor de drie nieuwe deelnemende restaurants. Ik ga lekker risotto maken nu. En dat wordt hier gewoon dat is hier gewoon te koop? Ja, bij de Zeebaas. Heeft het al druk gehad vandaag? Begint te komen. Maar ook de trouwe deelnemers vertonen de nodige creatieve kookkunst aan hun gasten. Zodat de jury van de culinaire nol een flinke culinaire kluif hadden aan het bepalen van de uiteindelijke winnaar. Wow, ik vond het geweldig. Ik vond het echt super interessant. Al de restaurants hebben echt de best gedaan. Ik was benieuwd. Ja, de quality is heel hoog. Heel veel creativiteit. Het was leuk. Veel geleerd. En waar letten jullie als jury nou zoal op? We hebben verschillende categories. Waar we eigenlijk proberen gewoon een overzicht van te krijgen. Maar in het algemeen het gaat meer om dat wat we graag willen is de gastvrijheid van de ruimte. Je wil het gevoel hebben dat als klant dat je daar wel gewaardeerd bent. Wat we ook leuk vinden is als je met streekproducten hebt gewerkt of met biologische producten. En als kok ben ik op zoek naar culinaire innovatie, gewoon nieuwe ideeën, creatieve ideeën. Dat waarderen we ook. En de omkleding van de tent is belangrijk. Hè? Dat je hebt gewoon iets gedaan om het een beetje leuk te maken en gezellig te maken. Dat zien we ook. Dat straalt ook de tent uit. Zideris Meidrecht was het goede doel van deze editie van het evenement. De organisatie exploiteerde in Meidrecht drie zelfstandige woonunits voor mensen met een beperking. Die doorslag. Die is gevallen en zwaar overleg met de jury. En de jury heeft besloten dat de Culinaire Nol 2013 gewonnen is door Sanders Eten en Drinken uit Vinkeveen. Sander Hogedoren. Het team van Sanders is uiteindelijk onderscheiden met de Culinaire Nol. De wisseltrofee voor het restaurant dat zich het beste presenteert tijdens het evenement. Eigenaar Sander Hogendoorn nam de koperen steelpan over van juryvoorzitter Gerrit Verwij, die hem tijdens de officiële opening door burgemeester Maarten Dievendal had teruggekregen van het restaurant Bovenwater, de winnaar van vorig jaar. En natuurlijk de hele brigade er nog even bij. Er waren goede deelnemers dit jaar ook weer, zoals het Amsterdammetje wat Gerrit al zei. En Bovenwater maakte mooie dingen. En zoals de Lokend zijn allemaal stuk voor stuk goede bedrijven. Maar we deden mee en we proberen gewoon te doen wat wij doen. En ja, blijkbaar is dat goed bevonden door de jury. Dus leuk, heel leuk. En waar in het restaurant komt hij te hangen, de gouden de culinaire nol? Ja, ik heb hem al een keer eerder mogen ontvangen. Dat was de eerste keer. Van nol kreeg ik hem toen nog, maar toen had ik het restaurant boven water. Toen hing hij bij de voordeur. Dus ik denk dat ik nu bij Sanders Eten en Drinken ook zo'n plekje moet creëren. Een beetje bij de voordeur in het zicht. Want ik ben er natuurlijk wel trots op. Hij moet wel te zien zijn. Kiki Hagen, de fractievoorzitter van lijst 8 in de gemeenteraad, stelt zich verkiesbaar voor D66. In verband daarmee heeft ze het lidmaatschap van lijst 8 opgezegd en treedt zij af als raadslid. Ik heb u recent laten weten dat ik mij voor de komende verkiezingen kandidaat stel voor D66. Het is jammer dat ze weggaat, maar we hebben wel een doel bereikt. En dat is toch verjonging van de lokale politiek. En ik ga ervan uit dat we dit terug gaan zien, hoor. Dus. Okay. Was dat een verrassing? Ja en nee. Het was een verrassing dat die beslissing die kant op gevallen was. Aan de andere kant weten wij natuurlijk dat we gewoon goede politici hebben zitten. Dus helemaal rauw op ons, daar kwam het ook niet. Nee. Verrast dat ze bij ons aanklopte. Ja. Ik bedoel, wij hebben niet staan vissen of zo als anderen sommigen gedaan hebben. Maar nee, we waren blij verrast. En ze was in feite al een poosje lid voordat wij dat constateren. Want je wordt landelijk lid en wij krijgen we daar informatie over. Ja. Dus ze kwam zelf langs bij ons om ons daarover te spreken. Ja. En had je verwacht dat het D66 zou worden? Nee. Het, eigenlijk niet. Ik heb met Kiki ook echt lokaal samengewerkt. We hebben wel veel standpunten die gelijk liggen met D66. Verjonging is bij ons heel belangrijk. En ook anders besturen is een punt waar we samen toch wel een beetje hetzelfde hebben. Kijk, ik heb al eerder uitgesproken dat ik zelf wil verminderen. Mm-hmm. Ik wil nog wel iets, maar zeker niet meer de kar trekken. Dus ik zal me niet
opgeven voor lijsttrekker of iets dergelijks. Mm-hmm. Dus wat dat betreft is dat een potentie voor vernieuwing. Maar er zijn natuurlijk bij ons meerdere kandidaten. En het is gewoon een democratisch proces wat daaruit komt. Nou, het is natuurlijk wel een afscheid. Ja, een begin en waar je veel energie in hebt gestoken. Mm-hmm. En waar je dan afscheid moet nemen. Ook mensen waar je heel lang mee samen hebt gewerkt. En zoals Joris al zei, dat je ook eigenlijk vrienden bent. Ja, hoe heet het? Je stapt naar D66 omdat dat een landelijke uitstraling heeft. Maar liggen jouw ambities dan ook om verder te komen in die politiek? Nou, op dit moment, zo heb ik niet gekeken eigenlijk. Ik heb wel gekeken naar trainingsmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden. Dus daarvoor heb ik ook wel naar de D66 gekeken. Gewoon puur voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja. En of dat verder iets brengt, ja, dat zullen we de tijd zal leren. Ja. De leden van D66 beslissen eind oktober over de kandidatenlijst. Dit was Nieuwsronde voor deze week. Heeft u ook een onderwerp? Laat het weten via info@rtvrondevenen.nl.